Nou, wat vond u nou leuk van die grote finale? Nou, er waren twee blonde zusjes uit Amstelveen. Dat vond ik echt grandioos. Dat vond ik perfect. Ja, die twee zusjes. Ja. Nou, heel Nederland sprak erover. Want, jee, wat vonden ze die goed. Vielen niet in de prijzen, werden vier als ik me goed kan herinneren. En ze hebben ook een plaat gemaakt. Ze deden toen Barbara Dixon en Elaine Pates. En nu heten ze Chess, want ze deden toen een gedeelte uit de musical Chess. Dames en heren, hier is Chess! Big enough for me. Whether it's in business life or whether you're in love, the stakes that you'd be playing for will never be enough. Whatever I'd stand to lose. You have a place to hide. Whether you're a gambler or whether you're in love, life's a nasty gamble that you should be thinking of. Things just might get rough, so you'll never, never, never change your winning team. The answers you've been waiting for just might not seem to be there. Be Zusjes, maar dan nu als Chess. Kijk wat mooi wat gemaakt is. Helemaal hetzelfde mooie soort van Spaans rood. Dankjewel. Hé, hey? Hey, ontzettend leuk dat jullie ook in mijn programma zitten. Trouwens, dan moet je ook mijn pijpen zijn, want die zingen we net uit. Ik begrijp je eerste plaatje. Hij is gisteren uitgekomen. Dat bedoel ik, gisteren en nu al hier. Ja, fantastisch. Ja. Afgelopen maand. Oké, okay, ik ben heel erg tot op jullie. Never change the winning team, de groep Chess. Dankjewel.